zo naar uitgooien in de kip. Ja, Nico, we gaan dadelijk even oefenen. Ik heb broekschiem, nek. Zo ouderwets, raad donder. Nico Presley. Nou, ik zit, nou, jij zegt dat ik heb het even verstuurd. Nee. Ik verstuur het Nico Presley. Staat hij al online? Online, of bij deze. Nou, we lezen gewoon weer zijn verhalen voor bij de wereld draait door. Hier is hij dan. Onze Nico Presley. Het is weer woensdag. En het gaat er nu nog gemoedelijk aan toe tussen jou en René? Ja, nog wel. Dadelijk gaan we rammen, jongen. Amsterdam Den Haag. Boterham met pindakaas en banaan zo. Ja, help is. Hij moet even serieus gewoon. Je vraagt maar wat je aan hebt. Maar je moet gewoon wel echt gek zijn als je dit aan moet. Ik sta nu te lezen. Elvis has left the building. Sean Connery. Ja. Waarschijnlijk. In een kist, ja. Even kijken. Nico de King, de broer van Elvis. Wauw, sexy. Dit is echt iemand die schop moet laten nemen. Heb je al geoefend? Ik weet niet of ze ook al een ambulance hebben klaargezet. There's a place you never tried. Jump on board, come take a ride. No time to waste, cause baby I can't wait to see your face when we get inside. Vieze oude man. Ik zei alleen maar. Sven, je eerste officiële videoclip. Ja. Hoe was het vandaag? Hoe is het vandaag? Ja, super gaaf, nog steeds. Nog steeds. Heb je een rol Heb je dat gedaan? Nee. Had ik een aardshow om en ik zag die aardshow hier verdwijnen. Ik denk, die moet ik even zo doen. Ik denk, ja, maar ik heb je zendertje. Moet je even hier zitten? Wat moet dit doen? Ik zeg, ik heb een verre. Zo'n kleur in ieder geval. Ik wil het er wel in zitten, hè? Ik zal even kijken. Nou, die kunnen sowieso niet aan. Ik kom gewoon hier gewoon in de moord krijgen. Nou, dit illustreert wel hoe deze dag is, zeg maar. Precies. Ja, mooi. Heel gaaf. De eerste clip, dat is natuurlijk sowieso super spannend. En best wel een grote productie met veel mensen. Een hele korte tijd, 2 weken tijd in elkaar gezet. Het is heel gaaf. Het is een combinatie van die hebt dat nummer heet Hoopla. We hadden al dat soul dansen en we dachten dat moet in een oud theater. En we zijn in die kwam met Hoopla Hoops.
Oeps, iets met zonkensen, zo, en dan in een oud theater, zoiets. En Bas heeft daar een gelukkig script van gemaakt met een wedstrijd, een inschrijfbalie en een hoofdpersoon en het hele verhaal. Zodoende zijn we tegen dan Nieke Dijkshoorn erbij te vragen, die wilde. Dus, nou, die heeft het goed gedaan vandaag. Waanzinnig, ziet hij zo. Die zat wel in zijn rol. Ja, helemaal. Vies was die, spetters door de lucht en ging er helemaal voor. Ja, ja, Bob en ik, dat doen de inschrijving hier. Hebben jullie ja. daar veel ervaring mee? Ik weet dat Bob eigenlijk een beetje de koning van het inschrijven is. Ja. Als je zegt inschrijven, nee, dan zeg je maar, eigenlijk kan je niet zeggen king. Ja, nee, meer king. Dat is waar. Ja. Maar jij hebt vroeger ook geloopt, maar wegens blessure kan je dat dus nu niet meer doen? Wegens een afgehakte knie heb ik dat niet meer kunnen doen inderdaad. Dat is heel erg treurig geweest, maar ja, zo ging dat in die tijd. Dat was toen heel normaal, hè? Die ja, die hula hoops waren veel scherper ook. Ja, dat waren gewoon messen maat. Hou je het nog een beetje vol vandaag? Ja, nog maar. Moet maar. Gaat allemaal goed, toch? Ja. Heel goed. Oh. Die Amsterdammers hebben ook een probleem om naar Den Haag te komen. Ja? Ja, dat kost heel veel moeite. Zeker. Moet ze eerst overlijden. Maar u mag hier niet filmen, wilt u? Hallo? Oh, sorry, mag hier niet filmen, wilt u daar? Heel erg leuk om te vertellen is dat het laatste nummer 149 is. En dat is natuurlijk het legendarische nummer waar deze hele clip over gaat. Ja, en dat weten niet veel mensen. Dat weet haast niemand. En dat zal na deze clip eigenlijk nog steeds niemand weten, maar wij wel. Dus dat is dan weer het leuke. Ja. Sorry hoor. It's a rap. Tom. Ja. Eigenaar van Calypso Theater in Wijk bij Duurstede. Ja. Is dit de eerste keer dat er een videoclip hier wordt opgenomen? Ja, als ik me dat goed kan herinneren inderdaad, is dit de echte eerste, Dus we hebben een primeur. Ja, professionele, ja, precies. Ja. Dus we hebben een primeur. Ja, jullie hebben inderdaad een primeur, ja inderdaad. Hoe vond je het? Ik vond het een hele fijne dag, een hele gave dag. Maar toen ik vanochtend het hele circus binnen zag komen, denk ik van dit gaat heel lang duren. Maar nou, het is allemaal heel snel gegaan, dus fantastisch. Nou, leuk. Een hele leuke ervaring. U komt net binnen, ja. Ik herken u. Ik zoek Elvis. Heeft hij de building geleft? Bijna. God, allemachtig, hè. Was het leuk? Ik vond het leuk, ja. Aparte nieuwe ervaring. Ik heb genoten. Goed zo. Ja. Dit voelde dus, zo voelde het dus gewoon als je twee keer een Hammond van driehoog met z'n tweeën naar beneden til. Ja, hetzelfde. Ja. God, allemaal zo leuk.